We zamelen hier aan de aankomst. Wat ben je aan het zien hier? Het is op verlof, hè? We zitten in Italië. Ja, ja. En zoals je merkt, wij gaan van start. En start maar. Hoe doe je dat, Diego? Schakel, hè, schakel. En natuurlijk, die vlog is op kost. Pas op voor de pulsen, hè. Oh, geef me gas. Ik heb hem van deze morgen gezien. We zijn eruit. Nee, nu nog niet. Op twan. Nou, laat ze. Nu zo naar de rest, hè? Nog een beetje. Klaar, jij de geld. Trappen, hè, jongen. Goed, man. Wat zeg. Thank you.
en hoog in het oog wat. Kijk eens aan. Knap gereden. Doe maar. Ja, doe maar. En kijk eens aan op die technische stukken. We doen het toch daar. Van links naar rechts, van boven naar onder. Zie je van een baby zitten? Ja, nu is gewoon verder gedaan. Dat kan ik nog. Als ik voor de klap in een zindelijk zit, is dat wel echt blij. Doe maar. En we zien hier weer een aantal door die bochten scheuren. Stond dat een moeizame rond het scherp brug op tegen. Daar is dat. Maar voor de meeste talenten, iedereen moet al eens afstappen. Om dan terug op die fiets te springen. Oei, een kleine valpaar te staan en terug op te springen zoals een echte fietser. Proficiat voor jullie deelname. En ze gaan er naar voren. Goed gereden. Kijk eens aan. Wat een talent. Kijk eens aan naar die bergkinder waar ze echt afdonderen. Soms nog met een beetje hulp. Maar het is ook een ton natuurlijk. En kijk eens aan een kleine strijkabberbaar die daar rondrijdt. Herkenbaar in het t-shirt. Aan het kruiten. Oppassen voor de fietsers. Kijk maar door die bocht te sturen. Prachtig!
prachtig rijden.